In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag dames en heren. Hartelijk welkom bij Radio Bergijk. We hebben het weekend weer achter de kiezen natuurlijk. U ook waarschijnlijk thuis. Weekend gedaan. En wij hebben dat ook gedaan. Weekend. Maar het is nu weer een werkweek. Voor u en voor ons. Dus dat betekent... aan het werk. Aan het werk. Ja, u hoort natuurlijk het sympathieke stemgeluid van Peer van Eerstel. En we gaan aan het werk. Ja, we gaan aan het werk. En de maandag zou de maandag niet zijn. Als we natuurlijk niet beginnen met sportberichten. Peer, het woord is aan jou. Hè? Nee, wacht eens even. Ho, 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 ho. Wat? Jij gaat er altijd maar zo makkelijk vanuit. Oh, maandag, oh, sportberichten, oh, Peer van Eersel. Zo, dan kan ik weer eventjes 2 volle minuten achterover gaan leunen. Maar zo is het niet. Op jou leunen? Man, al zou ik het wel, het zou niet kunnen. Hou dan maar je bek dicht, dan doe ik wel een sportbericht. Nou, ben benieuwd. Amateur. BC Tuboria zoekt weer basketbalsters voor haar jongste basketbalteam. Op dit moment bestaat het team uit 4 enthousiaste meisjes. Maar ze zouden graag bij Tuboria een iets groter team hebben, want 4 meisjes op het veld is gewoon te weinig. Dus zit je op de peuterspeelzaal of in groep 1 of 2, dus de leeftijd is van 3. Tot 6. Dan ben je van harte welkom om te komen basketballen op landelijk niveau. Eredivisie, want het seniorenteam of volwassen team is opgeheven na een toch niet zo sterk seizoen. Dus BC Tuboria moet het nu toch hebben van de jongere speelstertjes. Dus dan kun je bellen met B van Mook. En kom dan eens kijken of vrijblijvend meetrainen op vrijdagavond van 6 tot 7 in Sporthal de Stap. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Dames en heren, we hebben weer iets in het kader van de gezondheidsrubrieken. Er zijn allerlei aandoeningen in deze wereld waar soms te weinig aandacht wordt besteed in de regionale omroepwereld. Dus wij hadden gedacht het voortouw te nemen door eens iemand uit te nodigen die aan zo'n curieuze ziekte lijdt. Zo'n aandoening. Nou eigenlijk. Ja, curieus. Ja. Daar kan je in Bergijk niet echt van spreken. Nee, maar het merendeel van de mensen, in zeker de meisjes tussen 14 en 22, lijden aan vraatzucht, zou ik maar zeggen. De meeste. Of vetzucht, of bulimia. Ja. Maar er is ook een steeds groter wordende groep van meisjes die lijden aan anorexia nervosa. En daar hebben we er eentje van in de studio. Wat is je naam? Marianne de Groot. Het is hier ontzettend koud. Of ligt het aan mij? Dat ligt aan jou. Het is hier niet zo koud. Nou, in het kader van... mensen die anorexia hebben, ja. Of zeg je dat ze het hebben, ja. Die zijn ongelooflijk dun. Ja. Die hebben last van ondergewicht. Zijn eigenlijk eng om naar te kijken. Ja, zien er een beetje uit alsof ze net uit een concentratiekamp komen. Kent die foto's wel. En alsof hun botten ieder moment kunnen breken. En door de huid heen kunnen scheuren. Ja. En je ziet ook een beetje vaalblauw-grijs waarbij de aderen ook in je gezicht naar de oppervlakte zijn gekomen. Ja, dat klopt, ja. En je ogen liggen heel diep in je kassen. Ja. En nou vroeg Toon en ik, die vroegen ons eigenlijk af toen we jou zagen. Eet jij wel genoeg? Nou, eigenlijk is dat nou juist het hele probleem. Als ik
Ja, want je moet wel goed eten hoor, meisje. Ja, ja. Vooral in de jaren dat je groeit en je van meisje tot vrouw wordt. Moet je goed stevig eten. Ja, maar dat gaat dus niet. Ja, maar je moet wel genoeg voedsel tot je nemen. En heb je wel eens gehoord van de schijf van 5? Ja, maar dat is dus het probleem. Dat bij mij blijft dus niks binnen. Ja, maar dat moet je niet doen, hè. Je moet het binnenhouden. Ja. En je moet echt goed eten. 3 keer per dag een maaltijd. Ja. En echt flinke maaltijd. Ja, maar dat hoort bij mijn meisjes van mijn leeftijd hoort dat. Dat hoort dat die een verkeerd zelfbeeld hebben. Dat heb ik dus ook. Ik denk dat ik heel dun moest zijn. Daarom ga ik niet eten. Of wat ik eet komt eruit. Dat is het probleem. Ja, maar je moet geen verkeerd zelfbeeld hebben. Ja, maar dat is dus psychologisch te verklaren dat ik dat heb. Door de maatschappij waarin wij leven krijg ik dat beeld opgedrongen. En daarom ben ik nou zo dun en eigenlijk bijna dood. Nou ja, dat je de verklaringen daarvoor zoekt, dat is goed. Maar je moet eerst goed eten. Want je bent nu echt niet om aan te zien, hoor. Nee, het is echt een aanval. Nou, ik vind het heel mooi. Nee, het is lelijk. Het is echt... Dat vinden jullie, maar ik vind gewoon kei mooi hoe ik er nou uitzie. Als ik voor je spiegel sta en kijk zo dwars erheen, denk je, daar kan het wel. Nee, maar voor ons man is het eigenlijk een belediging hoe jij eruit ziet. Ja, dat kan toch helemaal geen reet schelen? Kan toch geen reet schelen hoe jullie denken? Kan toch geen reet schelen, man? Kijk toch lekker de andere kant. Ik ben lekker dun, ik ben lekker bijna dood. Ja, oké, goed. Dat is, nou leuk en aardig. Ben je even aan het woord geweest, maar je moet wel goed eten. Ja, maar dat doe ik ook. En dan alles er weer uit. Nee. Dat doe ik ook. En dan de vinger erachterin. En dan... Dan gewoon alles eruit. Dat is een heerlijk gevoel. Dat doet wat daarmee je doet, dat is heerlijk. Ja, maar je moet het niet doen. Ja, waarom niet dan? Omdat je veel te dun bent. Dat heet anorexia. Nou, dat wilde bij mij echt niet in. Zo zoveel niet, maar dat wilde bij mij echt niet in. Nou ja. Dat wilde bij mij echt niet in, sorry. Nou ja, ik ben gewoon als oudere man een beetje bezorgd om. Ik denk, als ik jou zie, van kindje, eet jij wel genoeg? Voordat je het weet, heb je een ziekte hoor. Eten is ook weerstand opbouwen. Precies. Vetlaagje, ik bedoel. Een man houdt ook graag iets vast. Als je jou zou vastpakken, dan breek je zo de midden. Alsof ze in de concentratiekamp geen seks hadden. Ja, maar daar zijn we nou, niet. Nou dwalen we een beetje af. Want daar zijn we niet. Ja, maar daar doelen jullie wel een beetje op. Nee, maar... Zo alsof mensen zoals ik er niet zouden mogen zijn. Nou, denk maar lekker verder. Ik weeg 35 kilo en ik ben 16 jaar en ik ben er trots op. Ja, maar het is niet goed hoor. Maar dat is, al die gedachten, dat is goed, maar je moet wel goed eten. Nou, dan ga ik misschien nou dan... hebben jullie iets hier? Ja, we hebben genoeg. Moet je gewoon een lekker... Kopstoot, geef dat kind een kopstoot. Nee. Ja, drink even lekker een kopstoot, dan denk je vaak al heel anders over de zaken. Een glasje never is 2 bruine boterhammen met pindakaas. Precies. En een pilsje erbij is ook 2 bruine boterhammen met pindakaas. Drink je wel genoeg? Nee. Wel goed drinken hoor. Nee, dat blijft ook niet binnen. Ja, maar dat moet wel. Ja, dan heb je het weer. Maar meisje, wacht nou eens even. Ik ben Pierre van Eerstel, ik zou je vader kunnen... Nou ja. Kijk me nou eens aan. Ik wil jou 1 vaderlijke raad geven voor we afsluiten. Je moet wel goed eten, hoor. Heb je goed gezegd, Peer. Hè? Denk daar maar eens over na. Goed eten. Maaltijden. 3 maaltijden. Hè? Goed eten, hoor, kindje. Nou, ik want volgens mij eet jij niet genoeg. Ik ben een beetje misselijk. Er moet iets uit. Ja, zit er iets in dan? Mag ik dit pakken? Ja. Nou, dat is de lunch van Toon. Ja, kijk, nou gooi je het er weer uit. Zo heeft het geen zin, hè? Het gaat me echt een beetje aan je hart, hoor, meisje. Volgens mij moet jij meer gewoon goed eten. Nou, dat was dan in het kader van de gezondheidszorg. Besteden wij hier van Radio bij Kijk aandacht aan het fenomeen anorexia nervosa. En Tedje, misschien heb jij wat anorexia muziek? Dan zit je mij wel lief aan te kijken en te glimlachen, maar jij moet eens een keer goed eten. Ja. Het blijft er gewoon niet in. Het blijft er gewoon niet in. Nee, maar jij draait steeds om de hete brei heen.
Maar wij als oudere mannen zeggen gewoon tegen jou, eet jij wel genoeg? Ja, maar kan gewoon helemaal niks schelen. Ik ga toch niet meer van nee, eten. Nee, kijk, dat rebelse, dat hebben wij allemaal gehad in onze puberteit. Dat vind ik ook goed, hè? Dan word je een zelfstandige vrouw. Maar ik heb er gewoon maar één vraag tussen mijn oren, die blijft hangen. Dus eet dat meisje wel genoeg? Het is gewoon schuld van de maatschappij dat ik zo ben als ik wat ben. Ja, dat is allemaal mooie gedachten die je hebt, maar volgens mij moet jij goed gaan eten. Je kunt niet van ons zeggen dat wij niet Het grote probleem van anorexia leidt is dat ze maar aan één ding kunnen denken. Ja. En steeds maar met hetzelfde antwoord komen. En dat is funest, want er komt er nooit een oplossing. Precies. Dus wel goed eten hoor. Dat is dus niet kunnen eten, daar gaat het om. Jij kan best eten. Nee, ze kunnen niet eten. Door de maatschappij kunnen ze niet eten. Nee. Jij moet gewoon goed eten. Ja, maar het blijft er dus niet in. Dus dat gaat dus niet. Jawel, dat denk je nu. Maar ga jij maar eens goed eten. Zou je zien hoe je ervan opknapt? Gewoon goed eten. Is dat jullie oplossing? Ja, dat vinden jullie van jezelf wel een goede oplossing voor de maatschappij? Die dit allemaal doet. Nee, voor de maatschappij. Voor kindje, haal je nou niks in je mooie hoofdje? Want volgens mij, als jij goed eet, word jij een heel mooi meisje. Nou, ga maar ergens eten. Nou, die is weg. Ja. Vraag je me wat het bergrijk in mijn borst is? Verstand geraakt door de warmte van het gevoel. Bergrijk is pas echt als het gloeit. Zonder emotie is het niks meer dan vlees. Och, zo'n meisje zeg. Zo, en die volgens eet niet mij, genoeg hoor. Die eet niet genoeg. Dat is volgens mij, volgens mij is dat de kern van het probleem. Dat ze niet genoeg goed dat eet. Dat ze niet goed eet en niet genoeg. Het zou me niet verbazen. Maar je bent in je groei. Je wordt van meisje, word je vrouw. Alles gaat uitbotten en krijgt vorm. En dan moet je gewoon, dat leerden wij vroeger al. Goed eten. Eet je wel genoeg, kwam je thuis. Ja. Zei je, eet jij wel genoeg? Je moet de bouwstof hebben voor die groei. Daar moet je goed voor eten. Dat groeien en dat uitbotten en bosjes krijgen en billen en heupen. Dat kost energie en dan moet je goed eten. En haartjes overal. Nou, en wat kost dat niet voor energie allemaal? Zo. Dan moet je goed eten. Nee, dan denken ze wel na over de wereld en dit is het, de maatschappij en dat en zus en zo. Maar ondertussen eet ze niet genoeg. En daar ga je. Zullen wij een hapje gaan eten? Nee, ik ga een kopstoot nemen. Okay. Moet even niet meer aan eten denken. Ja, ik ben ook een beetje misselijk. Ik eet al jaren eigenlijk niet meer. Nee, maar als je goed drinkt dan heb je ook geen honger. Een kopstoot is 4 boterhammen met pindakaas. Dan eet je eigenlijk toch goed. Nee, ik eet te veel dan. Als ik zo ga rekenen. Is dat te veel? En dan komt zoveel pindakaas op een gegeven moment je strot uit hoor. Nou. Dan gaan we wat drinken. We gaan wat drinken. Heb ik afgesloten eigenlijk? Tijdje is weg. Oh. Ik kan me niet meer herinneren dat ik afgesloten had. Nee, maar tijdje is weg. Ja, dan zou ik wel afgesloten. Als je maar niet de deur van buiten op slot. Oh god. Oh, dan, hoe moeten we dan eten? Kom, ik ga hem kijken. Rammel eens aan de deur. Rammel nu al. Ach, nee. Dan kan ik niet die reserve sleutel. Nee. Hoeveel je neven hebben hier gestaan? Te weinig. 2 boterhammen met pindakaas. De vrouw zit ook aan de andere kant. Ach, wat is dat nou toch? Als je nou eventjes voortaan gewoon zegt dat hij gaat. Nou ja. Nou, dan wordt hier slapen. En dat allemaal door zo'n meisje wat te weinig eet. Tja. We zijn bij de dupe. Nou, we gaan kopstoten drinken. We hebben een halve flesje Neva. 5 blikken bier. En 11 blikken bier. Dat zijn hoeveel boterhammen pindakaas? Ik kan geen pindakaas meer zien, man. Je wordt toch gek van al die pindakaas die je tot je moet nemen. Nou. Proost, ga maar. Daar gaat ie, jongen. Dat we de nacht mee doorkomen. Radio.